Tering, hey, pak die tip, man. Jezus. Nou, ik ben naar het WK gekomen omdat het een toernooi is wat één keer in de vier jaar gespeeld wordt. En ja, als man van op dit moment vind ik het gewoon belangrijk als iemand op zo'n toernooi speelt, dat je daarbij aanwezig bent. En het is uniek om hier te mogen staan en Nederland ook nog eens een goede kans om een medaille te halen. Dus dan wil ik daar gewoon bij zijn. Hij is zaterdag aangekomen en gisteren had hij nog wel even naar de Formule 1 was hij geweest. Maar snel weer terug en heeft hij nog de derde set mee kunnen pakken. Maar ja, altijd leuk dat hij aanwezig is en ik voel zijn support wel. Ja. Lekker, Moret. Kom aan. Ik heb nog wel een paar andere dingen gedaan. Ik ben naar Kyoto toe geweest, culturele hoofdstad van Japan, heb ik me laten vertellen. Dus ik heb wel een paar tempels gezien. Ik ben uiteindelijk naar een food market geweest. Dus ik probeer zo af en toe nog wel wat dingen erbij te pakken. Al vind ik het ook gewoon leuk om lekker op tijd bij de wedstrijden te zijn en lekker aan te moedigen. Nee, man. Ja, zie je, dat bedoel ik. Nee, tuurlijk niet. Kom op! Heb je nou een beetje tijd voor een buiten de wedstrijd of helemaal niet? Jawel, kijk, s'avonds na de wedstrijd even een kopje koffie drinken. Dat kan natuurlijk wel. En ja, voor de wedstrijd gaat het eigenlijk niet met ons schema. Maar ja, waar het kan, dan zien we elkaar wel. Ja. Ja, uiteindelijk combineren we het eigenlijk best wel goed. Zien we elkaar redelijk vaak. Zeker nu ik gestopt ben als international en bij Oranje Zwart. Heb ik gewoon zeker ook in de weekenden meer tijd. Dus we proberen nu ook in Roemenië dadelijk één keer in de twee weken dat we elkaar zien, vier, vijf dagen. Nou, dan hebben we het hartstikke goed. Dan is de 8 dagen weer thuis en dan weer zien we elkaar weer 5 dagen. En dan hebben we echt quality time, dus voor ons is dat perfect. Lekker, Lonneke! Ja, ik vond het altijd hartstikke mooi als er familie en vrienden kwamen kijken. Voor de wedstrijd, altijd in de tribune, heel even zwaaien. Toch het gevoel dat je van dichtbij gesteund wordt. En nou, dat probeer je hier ook te doen door dat kleine beetje wat je eraan kan bijdragen, eraan bij te dragen.